De medewerkers van openbare werken zijn gemotiveerd en doen hard hun best, maar hebben meer werkmaterialen nodig. Dit is de conclusie van minister Riyad Noor Mohammed van openbare werken nadat hij verschillende veldbezoeken had afgelegd. Tijdens zijn laatste werkbezoek aan Koroni en Ikeri heeft Noor Mohammed gezien wat er nog ontbreekt. Transport is soms een probleem van de arbeiders. Bepaalde faciliteiten ontbreken nog. Maar in elk geval zijn ze gemotiveerder dan vroeger. En we gaan natuurlijk ook op letten dat de mensen ook in groepen ingezet worden. Want uiteindelijk moet er een goede leiding komen die dat helpt aansturen. Dus het ziet er goed uit. Ik ben tevreden. Er waren eigenlijk, ik wil je bijna zeggen, bij de hearing met de arbeiders geen klachten tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, ik weet al wat de problemen zijn, dus het hoeft niet herhaald te worden. Dus dat soort dingen lossen we wel op. En de oproep is geweest, dat was de centrale oproep waar iedereen een handje moet bij helpen. Zeker wat de OV-ambtenaren betreft. Ik heb ze gezegd, als je ziet dat die verkeersbord krom is, het is jouw taak om het recht te zetten. Dus het was heel goed. De bewindsman zegt dat de sanitaire faciliteiten op openbare werken Ikeri te wensen overlaten. Hij heeft toen de opdracht gegeven om het in orde te maken. En misschien is het toilet pas na 2 jaar gebouwd geworden hoor, maar we hadden opdracht gegeven om dat in orde te maken. U weet hoe het gaat met aanbesteden en dergelijke dingen. Vandaag staat er 2-persoons heren toilet, 2-persoons dames toilet, een badkamer, de verkleedhok is er ook, zodat de mensen in een veilige omgeving, als ze van het werk komen, hun dingen kunnen doen. 5 jaar lang heeft men dat simpel ding niet gebouwd. Dat is de historie geweest ervan, maar ook de noodzaak waarom het moest komen. En de rest zijn, alles eromheen, hebt u in de media gelezen, zijn leugens. Ik heb alle documenten weer gecheckt om er zeker van te zijn dat er niets verkeerds aan is geweest. De rest zijn leugens inderdaad. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de leugens, die zullen op hun geweten meenemen als ze worden opgeroepen door de heer daarboven. Dat laat ik voor ze, wanneer ze in hun lijk zijn, zullen zichzelf moeten verdedigen. Ik hoef dat niet te verdedigen. Dit is de situatie in Ikeri geweest. En vandaag los ik die problemen op van de mensen. En ik heb de arbeiders van OE gezegd, u gaat zien dat alles langzaam komt. Maar ook opgelost gaat worden, omdat ik wil hebben dat de mensen veilig waren. De minister is tevreden met de kleding van de veldwerkers van OW. Hij zegt dat ze goed en veilig gekleed zijn.